geloven nooit wat ik hier heb gevonden. Een skipman! Geloof me, hij is gaaf. En die curator gaat hem aan me geven. Ik hoef alleen de hoofdattractie van het museum te zijn voor één dag. Anne, je mag daar onder geen beding mee akkoord gaan. Maar dit is voor het eerst dat ik iets vind uit mijn eigen wereld. Het zou zoveel kunnen verklaren. Dat begrijp ik wel, Anne. Maar die curatorgast is... Kijk dan naar hem. Weet je wat? We slapen een nachtje over, komen morgen terug en dan zien we wel verder, oké? Oké, je hebt gelijk. Ik wacht wel. Tot jullie allemaal slapen. Wow! Curator! Yo, curator! Oh, daar ben je! Dat is totaal niet griezelig. Welkom, welkom! Ik ben zo blij dat mijn sterretje er is en een echte ster staat op het podium. Wow, netjes hoor. Dus, even over die skipman. Bap, bap, bap. Alles op zijn tijd, liefie. Je krijgt heus wat je verdient. Dat vind ik goed klinken. Hé, hey, ga eens op dit podium staan en geniet ervan. Wow, is die voor mij? Moet ik hier staan? Ik doe het gewoon. En bam! Goed bezig. Oké, aangezien je de hoofdattractie bent, zal ik je vertellen dat dit museum een groot geheim heeft. Het zit zo, eerlijk gezegd, is niks nep. Alles wat je ziet is echt. Iedereen is gegoten in was. En jij straks ook! Yep. Nu snap ik het, ja. Echt bizar hoe makkelijk dat was. Vond jij ook niet dat ik het eigenlijk een beetje te groot speelde? Oh, niet te geloven dat ik zo stom ben geweest. Hé, zo moet je niet over jezelf praten. Je bent waarschijnlijk een slimme jonge dame. Je hebt vandaag alleen een mindere dag. Oh, bedankt. Best aardig van je dat je dat zegt. Ach joh, daarom ben ik het toch. Dus, je hebt vast al door dat je hier niet alleen morgen bent, maar je blijft hier voor altijd!